Het wekt geen verbazing als ik zeg dat Bach op zijn minst een fijnproever was van muziek. Het gekke is dat toch in zijn tijd met de relatief beperkte communicatiemiddelen, als je dat met nu vergelijkt, dat hij precies wist waar de mooiste muziek geschreven was in Europa. Muziek van tijdgenoten, ook wel van componisten daarvoor, van Frescobaldi, maar hij wist precies Reinken en Buxtehude te vinden. En hij heeft toch, denk ik, de beste Franse orgelmuziek uit die tijd, namelijk Livre d'Orgue van de Grigny, heeft hij persoonlijk overgeschreven en toch maar en passant een beetje verbeterd. Hij heeft ook Corelli zeer weten te waarderen. En hij heeft een thema genomen, Vivace, tweede deel van de vierde sonate opus 3. Een heel snel deel bij Corelli. Dat heeft hij genomen en dat echt voor orgel gezet. Met een zeer zelfstandige pedaalpartij. En anders dan Corelli heeft hij ook zestienden erbij geschreven. Waardoor het tempo vanzelf wel ietsje langzamer moet worden dan het waarschijnlijk geweest is in de originele vorm. Het leuke is dat het eigenlijk onverwachts afloopt. Ik heb ook geprobeerd om dat niet te veel voor te bereiden. En dan ineens is er een kleine stilte en dan wordt eigenlijk de toonaard waarin je eindigt, B groot, wordt nog een keer bevestigd. Als je dat zou doen met strijkers, zou je dat bijvoorbeeld pianissimo of zo kunnen spelen. Het leuke op een orgel is dat dat ook kan, vooral terrassendynamiek. En ik heb ervoor gekozen om dan die laatste twee maten adagio op het borstwerk manualiter ineens heel onverwachts zacht te spelen. En ook het geluid komt niet alleen zachter de kerk in, maar ook vanuit een heel andere plek. Dat is dan weer het voordeel van zoveel strekkende meters orgel die je voor je hebt en boven je hebt.